In deze productie van Vincent & Vincent behandelen wij het interview. Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewde voorop staat. Jij als interviewer wil graag informatie verzamelen over een bepaald onderwerp. Stel, ik ga Pietje interviewen over een nogal gevoelig en complex onderwerp. Dan kun je het beste een open interview houden. Zo kom je achter de beleving van de respondent. Zeg Pietje, hoe kwam het eigenlijk dat je van school getrapt bent? Nou, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. Dit soort diepte-interviews kun je het beste doen wanneer je een beperkte, kleine groep gaat interviewen. Vaak zijn diepte-interviews met een grote populatie niet haalbaar. Zo'n interview vergt inmiddels veel tijd en moeite. Het is ook belangrijk om tijdens het interview betrokken te zijn met de persoon. Nou Pietje, ik leef heel erg met je mee. Ja, dank je. Toch moet je proberen subjectiviteit te vermijden. Trek conclusies uit het gesprek en neem het interview op met bijvoorbeeld een voice recorder. Interviews kunnen structureel verlopen. Dat wil zeggen dus een vragenlijst met open en gesloten vragen. Meer kwantitatief dus. Half structureel, dat wil zeggen ook een vragenlijst, maar er is daarbij veel ruimte voor eigen inbreng van de respondent. Ongestructureel, ja eigenlijk zegt dat al genoeg, weet je eigenlijk nooit hoe het gesprek gaat verlopen. Je hebt een hoofdvraag en daar beduur je op voort. Op wat voor manier? Ja, dat blijft nog vaak een verrassing. Dus Pietje, je leeft nu op straat. Ja, dat vind ik best wel... Tot zover onze videocursus over interviewen. De groetjes, dag.